auto is getrokken. Zeg? Ook eens een keer uit de oude koffer terug. Of een kapante die lacht al een tijdje. Ja, ik vind het zelf niet. Hé, Maya, wat mag het zijn, man? Ja, de zijkanten er lekker af, hè? En dit weer iets korter. Ja. Dat er al iets op zit. Ja, het mag wel gewoon een beetje lengte houden, maar ja. Mag wel even lekker weer wat korter. Zijkant is gewoon goed opgeschoren. Ja, en de achterkant eigenlijk een beetje zoals van nou. Ja, dat moet nog wel clean van me zijn. Gaan we dat lekker doen? Ja, tot woensdag. Dan gaan we weer naar school. Oké, dus je hebt ook nog de dinsdag erbij? Ja, want daar hebben we studiedag. Hoe lang heb je toen verbeterd niet meer van die avondvierdaagse? Hoeveel kilometer is dat? Want vijf, ik heb zelf nog nooit gelopen. Tussen 5, 10 en 15. Oké. Okay. Dus ja, je kunt dan best wel wat afstand afleggen, maar het is ook weer wat anders dan de eindingsvierdaagse. Ja. Heb je hier wel eens gelopen of een plan dat je de vierdaagse kunt lopen? De normale vierdaagse? Ja, de normale. Ja, die ga ik dit jaar lopen. Oké. Okay. Dat is dan een serieus oefening, hè? Dat is wel. Ik zou het zelf niet zo snel doen, maar. Ik heb er gewoon niet de tijd voor om te oefenen, dat ik zo niet echt te wens om dat te kunnen. Ik denk wel leuk dat het vierdaagse is, gewoon de gezelligheid die je hebt onderling met de mensen. Ja, precies. Ja, zo'n avondvierdaagse is denk ik niet heel veel anders. In zin van, het is waarschijnlijk ook ongezellig. Want ik loop je dan met de avondvierdaagse onder andere gewoon niet van kennen, denk ik, of niet? Ja, er zijn wel 140 mensen mee, mensen op school. Ja. Maar ik heb besloten om gewoon alleen te gaan lopen. Oké. Okay. Omdat ja, ik zie het wel echt als een training voor de andere vierdaagse. Ja. Echt de grote vierdaagse. En ja, die kan serieus eigenlijk. Ja, die kan ik eigenlijk wel goed gebruiken. Ja, dus waar eigenlijk anderen dan misschien gewoon dan avondvierdaagse gewoon zien als een beetje een leuk uitje. Neem jij het gewoon als een goede training eigenlijk. Ja. Zo, dat is snap. Gisteren terug van schoolkamp. Ja. Dat was echt heel leuk.
Wat heb je allemaal op school gedaan? Ja. Een avondspel gedaan. Dat was levend kuweden. Oké, okay, ja. En levend Santego. Levend Santego is ook echt heel gaaf, hè? Ja. Want welke vond je leuker? Kuweden, denk ik. Ja? Wij hebben gewoon duidelijk in de bosjes zitten en mensen laten schrikken. Ja, dat was echt. Ja. Mijn vader, die was dus eet. En die. Die had een mooie ballon met aliens. Ja. Dus dan dachten wij, nou weet je, wij houden gewoon zo'n ballon in die tak. Ja. En wij gaan gewoon achter zitten, snap je? Ja, ja, ja. Ga je zitten verstoppen en dan denk je, oh, dan denk je iemand is van... ja, dat is dan nooit een schrikken, dat is dan lachen. Mm-hmm. Ja, we hebben nog op de kamers in de reden gezeten. Ja. Alsavonds. Ongezellig. Mm-hmm. Ik weet het ook wel. Groep 8 was dat dan. Oh, dat was wel lachen. Man. We hebben precies een beetje dezelfde soort activiteit gehad. Dus dat brengt me dan ook wel weer terug naar Fontenex. Dat is toch wel heel fijn. Hè? Ga niet uit. De boven moet dus ook wel even wat vanaf. Iets meer op blijven zitten dus. Oké. Okay. Hey, maar ja, boven gewoon even een goede punt vanaf halen. Ja. Mag wel gewoon een lengte in zitten en dan gewoon even een beetje bijwerken. Zelf vond ik ook wel wat grappig, zo van zo in de bosjes zitten om te wachten of zo tijdens het leven kruiden en zo. Ja. Dat een beetje van waarschijnlijk komt er een keer iemand langs. Ik zit dan echt af te wachten en te luisteren ook gewoon naar gewoon iedere voetstap die je kunt horen. Ja. Wij deden dan ook echt een beetje terwijl het licht schemerig donker om te worden. Ja, wij deden het echt. Wij gingen om 10 uur of zo gingen wij naar buiten. Ja. Het was heel donker. Zaklamp erbij. Ja, en we hadden dus mijn zaklamp kan verschillende kleuren geven. Oké. Okay. Toen hadden we zo'n rode kleur een beetje in de ballon gestopt. Ja. Yeah. En dan dat het echt zo'n lichtgevende ballon was. Mm-hmm. Het was ook gewoon. Kun je altijd een beetje voor de gek houden eigenlijk, yeah, op de afstand. Dus ja, dat was wel echt vet. Dat snap ik wel. Het grappige is dan ook dat je mensen een beetje kunnen afleiden. Dat maakt het spel dan ook interessant. Australië komen, dan kreeg ik zo'n boemerang. Dat lijkt me geweldig, zo'n boemerang. Ja. Laat je hem een keertje los, dan komt hij gewoon gelijk terug. Of toch gewoon een elastiekje aan koppelen. Gewoon als je dat valt als een jojo, dan... Dat lijkt me toch wel mooi. Als dat zou kunnen. Dat zou wel vet zijn. Gewoon een soort van touwtje aan die aan de kam maken. Of een soort van een ringachtig idee. Mm-hmm. Ik kan het laten vallen en dan terugkrijgen. Nou, dat is een goed man voor jou. Kruin is altijd wel leuk, hè? Even een tornado achter op je hoofd. Die probeer ik al een beetje te tellen. Ja. Ik wil altijd wel gewoon graag rijden met hem. We hebben donderdag volgens mij schoolfoto.
Ja. Dus dan zie je dat het gelijk goed uit van de school gaat. Ja, precies. Je moet aanvallen met vrijdag iets leren. En toen zijn we, ja, we doen nog even schoolfoto. Snap je? Dus ja, de dag daarna gingen we dan naar de kapper. En de dag daarna plannen we dan naar woensdag naar school. Ja. En toen zijn we blij dat er nog een plek vrij was voor vandaag. Ja, een beetje gekregen van eigenlijk ja, van de afspraak het sluiten een beetje in de tijd. Ja. Die jongen die mooi als had blonden, die had ik ook eigenlijk nog extra gepland. Het is allemaal extra. Maar ja, vind ik niet erg. Ja. Kijk, die plek is voor heel wat. Ja, dan kun je een beetje vakantie houden. Ja. Nou, wellicht dat je voor de zomervakantie nog een keertje moet doen. Ja, ik denk dat ik wel. Ik ga denk ik één keer per maand of zo. Ja, precies, zoiets. En volgens mij de zomervakantie is pas in juli. Ja, die is eind juli, ja, midden juli ongeveer. Mm. En eerst nog mijn verjaardag, dus dat is op de 13e. Ja. En dan, ja, we moeten sowieso één keer zien terugkomen. Ja, het is wel genoeg lekker dat het wel even terug met de tijd gewerkt is. Mm-hmm. Ja, het is wel fijn om de schoolpunt in ieder geval weten waar wij zijn. Mm-hmm. Dat het in ieder geval wel goed zit. En dan te vers geknipt zijn natuurlijk niet altijd even meteen alles, maar. Ja. Het is in ieder geval dit fijn. Is echt, dit is perfect. Ja, dat vind ik ook een mooie lengte voor jou. Mm-hmm. Laatste stukjes. Zo, het helemaal netjes. Die zijkant moet iets. Iets korter liggen. Ja, hier zo. Vooral het bovenste rijden. Ja. Ja. Cijfers meenemen, laatste stukjes aansluiten. Dan kunnen we er even tegenaan. Spanje geweest. Oh ja, dat jij het zelf. Ja. Ik zou met mijn vriendin zo gaan. Het was toch wel mooi van dan zitten we in het kanaal. Samen het lekker even nog erop uit. Mm-hmm. Ja, dat is wel echt fantastisch hoor. Als je dan in Spanje komt, dan zit je even met 25 tot met 28 graden. Ja. Ik vond het wel mooi dat je dan toch een beetje de taal leert van de mensen. Dat je merkt dat het respect dat ze dan hebben voor je ook gewoon heel erg hoog ligt. Mm-hmm. Dat een beetje je best doen in ieder geval. Ja, we waren in Italië een keertje. Mm-hmm. Dat was afgelopen zomer volgens mij. Yeah. En daar was het echt 35 of 38 of zo of zoiets. Het was echt warm daar. Sowieso een hele andere temperatuur dan. Maar het lekkere wel is als je naar het buitenland bent, dan is het misschien wel warm. Maar dan heb je wel gewoon dat het voelt toch anders aan. Ook omdat je op vakantie bent en het is gewoon relaxed.
ik zelf niet al in ieder geval letterlijk voorbij te zijn. Mm-hmm. Ja. Ik had uiteindelijk ook in Spanje zelf ook in ieder geval geleerd van als ik moest vragen van hé, hey, mag ik afrekenen? En dan zeggen die mensen zo van ja, ja, tuurlijk, dan ben je gewoon heel blij. Ik denk dat het een heel eind moet zijn alweer eventjes. Mm-hmm. Even het droogblazen. Ik ga er even mee. Had je dus hun gewild, ja? Zullen? Wil je ook zien, ja, een beetje gel, een beetje wakker? Een beetje. Beetje wakker of iets? Ja. Nee, haakje geven. Dan zullen we het normaal mooi clean cleanen. Naar de zijkant, een beetje van de voeren. Ja, een beetje. Een beetje schuin opzij, hè? Ja. Ja, altijd een koppel, hè? Ja. Dan blijf je altijd een beetje ouder. Ja, het past wel een beetje bij, hè? Ja. Zo. Nou ja, pak het spiegel bij. Dan zal ik het jou laten zien. Voordat het wat gemaakt hebben. Ja. Goeie lengte. Dankjewel. Alsjeblieft, vriend. Kun je even tegenaan. Hello guys, and welcome to our very first video with me, my father in the background filming it, and together with Jaap, who was just here. Hope you very much enjoyed the video. If you can, make sure to like the video, it only takes a second, and share and subscribe if you can. Thank you very much, and hope to see you next time.